Ik vind het belangrijk, en ik denk dat heel veel vrouwen dat ook kunnen beamen, dat vrouwen gewoon hun, hun vrijheid willen in kiezen wat zij willen worden. Als iemand de corporate ladder wil opklimmen en zij wil CEO worden, good for her. Als een vrouw kiest om 8 kinderen te baren en zij wil thuis zitten, good for her. En het is juist die keuzevrijheid dat wij missen. Weho, ik ben Rosie en ik woon in Brussel. Ik maak deze podcast voor de VUB en ik vraag me al lang af, waarom worden alle genders niet gelijkwaardig behandeld? Hoe komt het dat mentale gezondheid zo'n hot topic is de dag van vandaag? En wat kan kunst doen voor verschillende groepen mensen? Deze en 1000 andere vragen houden mij al een tijdje bezig. De VUB, Vrije Universiteit Brussel, maakt de wereld beter via onderwijs en onderzoek met het project De Wereld Heeft Je Nodig. En ik mag daarom gaan praten met geëngageerde jongeren, proffen en wetenschappers die er allemaal net iets meer van weten. Dit is Rebels with a Cause. In deze aflevering spreek ik met Sarah Dimani over gendergelijkheid of eerder ongelijkheid. Waarom wordt een feminist als scheldwoord gebruikt? Of wat is het belang en de functie van labels? En hoe kunnen we als vrouwen samenwerken in plaats van elkaar als concurrenten te zien? Heel veel vragen dus voor Sarah. Sarah zelf is 29, woont in Antwerpen en is founder van The Narcist, een platform voor en door vrouwen. The Narcist bespreekt onderwerpen waar vrouwen onzeker of oncomfortabel over worden gemaakt in onze maatschappij, zoals menstruatie, relaties, faalangst of lichaamshaar. Het is een open en eerlijke plek waar iedereen wel iets van kan bijleren. Aangezien Sarah van Antwerpen is, mocht ik de plek kiezen om af te spreken. Ik dacht direct aan Cossonade, mijn favoriete restaurant in Molenbeek. Cossonade is zoals The Narcist een open en veilige plek, maar dan in de vorm van een solidair restaurant. Je betaalt wat je kan per maaltijd en iedereen is er welkom. Afkomst en labels spelen absoluut geen rol. Het is trouwens ook echt mega lekker. We mochten ons in een zaaltje boven het restaurant zetten waar de akoestiek jammer genoeg iets minder was. Om te beginnen vroeg ik aan Sarah wie haar eerste vrouwelijke rolmodel was. Ik denk mijn moeder, want ja, cliché, maar ja, ik kom zelf uit een groot gezin en thuis hebben we, ik heb 4 zussen en een mama, dus wij zijn met 6 vrouwen thuis. In our household, woman rule, we hebben ook allemaal heel sterke karakters, maar ik denk dat mijn mama voor mij de eerste keer heeft laten zien dat being a soft woman in de zin van dat zij haar vrouwelijke energie eigenlijk als stroef gebruikte. De meesten denken van meisjes die dan opgemaakt zijn en hakken draaien en zo, dat heel gevoelige meisjes zijn. Mijn moeder heeft echt gezegd, channel that female energy en dat is ook heel krachtig. Ja. En mijn mama is echt een vrouw. Alles, ze draagt hakken, ze is heel hard into mode en ze heeft een sterk karakter. En ik vind dat juist nice om te zien dat je heel vrouwelijk bent, maar tegelijkertijd ook heel sterk. Ja. En de grootste misconceptie is altijd hoe vrouwelijker dat je bent, hoe zachter, kwetsbaarder, gevoeliger dat je bent. Maar bij ons thuis is dat helemaal niet zo. Mijn mama draagt soms toch wel de broek thuis en dat vind ik wel inspiring om te zien. Maar zij doet het allemaal tegelijkertijd, casual. En zijn er ook, bijvoorbeeld persoonlijk, heb ik echt een heel mannelijk kantje, vooral dan hoe dat ik mij gekleed of zo. Ja. Maar op hetzelfde moment kan ik ook bijvoorbeeld echt full-on mijn tight dress en heels en bare make-up. Hoe is dat voor u? Heb jij je vrouwelijkheid gedeconstrueerd? Als we spreken over gendernormen dan. Ja, toen ik opgroeide, dacht ik altijd, je moet 1 label hebben. Dan realiseerde ik me eigenlijk van, ik maak mezelf schuldig om labels te plakken op mezelf. Ja. De maatschappij doet dat, maar dat wordt dus ook aangeleerd. Ja. En je doet dat dan onbewust, zal ik maar zeggen. En dat was voor mij soms heel moeilijk in de zin van, moet ik 1 ding kiezen? En voor nu ben ik een bepaalde periode alleen. Voilà. En nu ben ik in een fase in mijn leven dat ik gewoon zeg, ik ben veelzijdig. Elke dag haal ik een persoonlijkheidskenmerk naar voren. Hè. Vandaag ben ik casual, morgen ben ik misschien terug tomboy, de dag daarna ben ik heel feminine. Ja. En dat is de vrijheid die ik dan gevonden heb in het vrouw zijn. En ook naar de buitenwereld wil ik ook tonen, je kunt niet 1 label op mij plakken. Ik ben zo veelzijdig. Ja. Vraag mij bij wijze van spreken welke Sarah dat jij wilt en jij zult haar krijgen, snap je? Wilt jij business praten, dan gaan we business praten. Ja. Wilt jij casual buiten zitten en chillen, zal ik maar zeggen, dan haal ik mijn chille kant naar boven. En ik denk dat heel veel vrouwen daar nog steeds vastzitten in die fase. Dat ons aangeleerd is en dat ik altijd van, ik ben niet zo'n type meisje, maar in principe, wij zijn alles.
En het is gewoon... Maar ja, het is, dat gaat ook over mannen, hè. Allee, dat is, ja, sowieso, zij, hè. Zij, iedereen is gewoon wie hij, zij of hen is. En, exact, maar ja, bij vrouwen is er gewoon nog meer aandacht gevestigd op het uiterlijke en de manier hoe je je presenteert in de ruimte. Het is ook ja. Ja, dus ja, hoe gedraaid verkeer, als je een ruimte hebt met 100 mensen, een man komt binnen, dat blijft gewoon een man. Hij kan alles zijn. Ja. Als jij binnenkomt als vrouw met stiletto's en roze jurkjes, iedereen gaat denken, ach, zo'n vrouw. Ja. Komt je binnen als een tomboy en dan zeg je van, ah ja, deze, dat is iemand met een eigen mening. Ja. Bij vrouwen worden er makkelijk labels gegeven dan bij mannen. Een man is gewoon en een man. En vooroordelen. Voilà, het is dat. En ik ben ook zo nu in die fase waar ik aan het spelen ben. Van, yeah, I can be everything that you want. Mm-hmm. En ik voel me daar ook heel comfortabel bij. Het is oké om je eigen labels te kiezen. De ene dag tomboy, de andere businesswoman. Zoals Sarah zei, be who you want to be. Over die labels sprak ik ook met professor Karen Celis. Zij onderzoekt aan de VUB wat een ideale democratie zou zijn. Eentje waar effectief wordt geluisterd naar groepen die nu vaak worden uitgesloten omdat ze vrouw zijn, een andere afkomst of cultuur hebben, een beperking, geen heteronormatieve seksuele voorkeur en zo verder. Karen spreekt met een ongelooflijk aanstekelijke passie. Ze wil de samenleving eerlijker laten functioneren en dat is exact wat de VUB ook wil. Elk jaar is er bijvoorbeeld de Genderweek, waarbij op een wetenschappelijke manier wordt stilgestaan bij gender. Of er zijn ook beleidsmedewerkers die workshops organiseren voor vrouwen van kleur om hen te informeren over het indienen van een research proposal. Met Sarah had ik het daarnet over labels, maar jammer genoeg hoort daar ook vaak hokjesdenken, vooroordelen en uitsluiting bij. Ik vroeg daarom aan Karen of we dan niet beter af zijn zonder al die labels. Ja, ik denk dat dat natuurlijk het ultieme ideaal is, hè? Dat we inderdaad in een wereld kunnen leven waar dat soort labels compleet overbodig zijn, omdat ze geen achterstelling of privilegie meer tolereren. En als we op dat punt zijn, dan hebben we die labels absoluut niet meer nodig. Zolang dat ze dat wel blijven doen, kunnen achtergestelde groepen niet anders dan zeggen... Een plekje, kijk, dit aspect van mijn identiteit is relevant omdat ik op basis daarvan achterstelling en discriminatie ervaar. Mm-hmm. Dus ik kan niet anders dan het hebben over dat identiteitskenmerk. Ja. Het moet, want het staat mijn... het staat mijn leven in de weg. Het is een manier om zaken aan te klagen. Om onrechtvaardigheden te gaan benoemen. Het is een manier om te gaan zeggen van kijk, het is deze identiteitsmix die maakt dat ik op die en die manier bejegend word en dat is onrechtvaardig. Dat is in strijd met de waarden waar dat deze samenleving voor staat. Mm-hmm. Dus die labels worden niet gebruikt omwille van de labels. Die labels worden heel vaak gebruikt om bepaalde ervaringen te gaan benoemen en bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En heel vaak, dat is misschien mijn blik als politicoloog, en heel vaak dan om vormen van achterstelling gaan aan te klagen. Dus wanneer dat men dan zegt van ja, maar heel die identiteitspolitiek, dat is verkeerd, je mag de samenleving niet zo opdelen in hokjes enzovoort. Niemand wil die samenleving opdelen in hokjes. De zaak is dat de samenleving opgedeeld wordt in hokjes en dat sommige groepen daar extreem veel nadeel van ondervinden. En dus het feit dat die hokjes moeten gaan benoemen om ze vervolgens te kunnen afbreken. Dat is het traject dat vaak afgelegd wordt. Dus ja, een identiteit gaan benoemen en zeggen van hier is een probleem. Ja, dat ja, dat kan je niemand kwalijk nemen. Nee. En de dag dat we dat niet meer moeten doen, halleluja, dan hebben we ons doel. Maar ik denk niet dat we daar snel gaan zijn. Halleluja. Geen labels meer nodig hebben zou dus ideaal zijn. Maar ik begrijp ook wel dat ze nodig zijn om sommige problemen en situaties te benoemen. Als er op een dag geen enkele vorm van discriminatie meer gebeurt, dan pas is een maatschappij zonder labels mogelijk. Langs de andere kant kan het ook geen kwaad om labels en daarbij horende verwachtingen in vraag te stellen. Ik deelde mijn ervaringen met Karen. Als ik nu over mijzelf spreek, voel ik mij ook niet 100% vrouw. Ik denk dat ik ergens op
ik heb mannelijk, mannelijke eigenschappen in normatieve termen. En ja, ik vind dat oké of zo. Uiteraard is dat oké. En dat is een kapitaal dat je hebt, dat je kan gebruiken. En waar dat je, denk ik, ook heel erg flexibel mee kan omgaan. Of zelfs strategisch. Hè? Dat je op een bepaald moment... Ja, ook je mannelijke, hè, tussen aanhalingstekens, hè, je mannelijke kant daarvoor kan trekken, omdat dat in bepaalde situaties jou enorm kan helpen en dat je je daar beter bij voelt en dat je andere facetten van wie je bent in andere contexten sterker naar voren kan laten komen. Hè. Gaat dat dan over die macht, om je macht eigenlijk strategisch inzetten? Ik zou zeggen, je sterkte strategisch in te zetten voor wat dat je wil bereiken in het leven. En om te bereiken wat dat je wil, heb je heel vaak andere mensen nodig. Moet je mensen kunnen overtuigen, hè? Maar ook jezelf. Hè? Dus al dat soort zaken, ja, daar kan je verschillende facetten bepaalde elementen ook van je intersectionele identiteit en naar voor laten treden of niet zonder... Ja, of zonder daar per se een andere label voor uit te vinden of zo. Maar op een hele natuurlijke manier proberen om te gaan met die verschillende aspecten van je identiteit en te weten wanneer dat je welk element naar voren wil halen. En dat is eigenlijk ook het doorbreken van bepaalde labels. Hè. You do you dus. Wat het betekent om een bepaald gender te zijn en hoe je je hierin uitdrukt, is voor iedereen anders. Dat is van u en kan niemand anders voor u bepalen. Nu terug naar Sarah. Ik vroeg haar hoe vrouw zijn haar leven precies bepaald heeft. Dat doet mij ook denken aan intersectionele identiteiten. Het feit dat je verschillende... Overal dat je kunt horen tot verschillende groepen, minderheidsgroepen dan, die je eigenlijk tot een nog grotere minderheidsgroep plaatsen, waardoor dat je ook nog meer discriminatie ervaart. Mm-hmm. Hoe is uw ervaring daarmee? Je begint als vrouw in de maatschappij, dus uw positie is al... Tussen aanhalingstekens iets lager dan een man, zal ik maar zeggen. Hey, we worden nog steeds minder betaald dan mannen. Met heel de patriarchie. Allee, ik moet het niet uitleggen wat vrouwen dat echt vandaag nog moeten doen om als gelijk te gezien te worden. Mm-hmm. Maar ik ben ook zelf... ik heb een Marokkaanse roots. Mm-hmm. Ik ben moslima. Mm-hmm. Ik heb hoofddoek gedragen. Er zijn heel veel labels die u in de ladder helemaal lager en lager en lager zetten. Ja. En dus aanhalingstekens, ik mag dankbaar zijn dat ik white passing ben. Mm-hmm. Als ik op straat ben, niemand gaat nu kunnen pinpointen wat mijn etniciteit is, zal ik maar zeggen. En ik heet Sarah. Ik heb... Heel Vlaamse naam. De naam Sarah komt gewoon voor in elke religie, etniciteit, ras, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dat is dus aangezien mijn geluk. Maar ik weet wel, ik heb een lange tijd hoofddoek gedragen. Mm-hmm. En nu draag ik het niet. En ook als influencer? Ja, toen ik ook als influencer was. En het verschil hoe mensen u benaderen of hoe mensen u aanspreken is gigantisch. Mensen onderschatten echt wat één kledingstuk kan doen. En ik praat nu maar slechts over een kledingstuk. Ja. Laat staan als je een andere huidskleur hebt. Dus als je een donkere huidskleur bent en je ziet er moslima-achtig uit en... Je bent vrouw, dan zit je echt helemaal onderaan de ladder. En er zijn zoveel dingen waar wij moeten opboksen. En dat is het ding met feminisme bijvoorbeeld. De feminisme dat ons aangeleerd is geweest. En de eerste beeld van feministen zijn vrouwen in riots die half naakt rondlopen en hun borsten laten zien. En dat is de klassieke beeld. En okselhaar laten staan en dergelijke. Ja. Of laten hun okselhaar laten staan en that's it, zal ik maar zeggen. Terwijl feminisme nu zo intersectional is, zal ik maar zeggen. En wij moeten vrouwen onderling moeten elkaar ook als bondgenoten zien. Ik weet, ik maak maar enkel dit mee, maar ik weet dat jij dit meemaakt. Dus ik moet ook voor u strijden. Of ik moet meer de microfoon doorgeven aan u, zodat jij ook u... Er is ruimte voor iedereen. Ja, er is ruimte voor iedereen. Maar ik denk dat wij in eerste instantie moeten zien hoeveel gradaties er bestaan van feminisme, zal ik maar zeggen. En wij kunnen wel zeggen van equal paycheck en bla bla bla.
Dat is één ding, mm-hmm. maar er zijn nog duizend andere dingen waar we nog aan moeten werken. En ik denk dat soms dat er werk is bij vrouwen onderling, dat we ook zelf moeten beseffen van, oké, wat is mijn plaats, wat is mijn kracht, wat is mijn zwakte en wie heeft mij nodig? Genderongelijkheid, net zoals racisme, heeft niet echt een gezicht meer. Het zit ingebakken in ons systeem en het is daarom zo moeilijk om mensen bewust te maken en verandering te brengen. Sowieso wordt er wel volop onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld VUB-professor Ignace Glorieux bestudeert al jaren sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en een loonkloof. Of neem het Hannah Arendt Instituut. Hier werken verschillende universiteiten samen en verbinden wetenschappelijke kennis over diversiteit met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Er wordt gezocht naar werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven. Niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen vrouwen onderling wordt er vaak een strijd gevoerd. Alsof er geen plek genoeg is voor ons allemaal. Ik vroeg aan Sarah of zij die strijd tussen vrouwen ook al gevoeld heeft en of die gerechtvaardigd is. Ik weet niet of je het krabbensysteem kent, zo de krabben in een mand. Als je allemaal krabben in een mand zit en één krab probeert omhoog te gaan, dan haalt die andere krab die naar beneden. Vrouwen worden daar heel vaak mee vergeleken. En ik was vroeger zo, ik kon niet zeggen naïef, maar zo positief ingesteld dat ik dacht van nee, dat is niet waar. Dat is echt bullshit, dat is een vooroordeel dat bestaat. Maar ik kan wel vanuit mijn ervaring zeggen, misschien dat mensen een andere ervaring hebben, dat dat toch effectief wel is. Als ik zie in mijn ervaringen dat ik heb gehad, is er altijd heel veel ruimte voor mannen. En er is sowieso een competitie tussen mannen. Ik zeg maar, als je in de saleswereld zit, mannen willen altijd de eerste zijn of de beste of een commissie halen of whatsoever. Mm-hmm. En bij vrouwen is dat van, nee, ik wil de enigste vrouw zijn. Precies dat er maar één plekje is voor een vrouw. Mm-hmm. En dan merk je ook bijvoorbeeld in de artiestenwereld, de beef tussen Nicki Minaj en Cardi B. It's forever going, zal ik maar zeggen. En nu, Nicki Minaj is Cardi B weer aan het weghalen. En er is heel veel kritiek. Maar niemand haalt niemand weg. Dus exact, zij zijn gewoon er zijn zoveel grote artiesten. Je hebt Beyoncé, je hebt Rihanna, snap je? Je hebt Cardi B, je hebt zoveel Megan Thee Stallion. Je hebt zo heel veel vrouwen die ook op hetzelfde podium kunnen zitten. Ja. En hoe jammer dat is deel aan zo'n aan ons opvoeding te denken. En ik zeg niet dat het de schuld is van onze ouders, maar dat is een bepaalde gedachtegoed dat heerst en altijd op generatie wordt doorgegeven. Het kan maar één vrouw zijn. Ja, precies. Van één vrouw. Maar zie dat jij de beste bent. Hè? Zie dat jij de beste. Er wordt ons nooit geleerd om to win as a group. Ja, ja. Dat zijn zie dat jij de beste bent, snap je? Ja. Jij moet je eigen gunnen. En ik weet nog eens, als mijn mama zei dat vroeger altijd van, ja, niet veel aantrekken van andere meisjes, hè? Focus je gewoon op jezelf. Terwijl ik wel een sociaal persoon ben en je ziet van ja, ik wil ook dat jij wint. Ik wil dat we samen winnen en dat we samen kunnen celebraten en dat we samen gelukkig zijn voor elkaar. Exact, ja. En dat we samen rijk worden en dan gaan we samen de wereld domineren. Ja. Dat is wat ik wil voor ons, snap je? Alles moet samen. En ik haal er ook joy uit als andere mensen ook winnen. Ik gun iedereen. Mm-hmm. En dat is gewoon jammer dat dat niet wordt doorgegeven. En het wordt al beter, maar ja. Exact. En ook zo, ja, vrouwen zijn ook harder naar elkaar. Wij judgen elkaar harder, omdat dat ook is aangeleerd geweest. Mm-hmm. Dus we zitten ergens zo vast in een vicieuze cirkel. Mm-hmm. En je kunt je eigenlijk wel losbreken, maar ik verwacht niet dat dat in één generatie opgelost is. Man, vrouw of non-binair, we zijn allemaal complexe individuen. Met intersectionele identiteiten bedoelde Sarah trouwens dat je altijd een samenstelling bent van ras en. Bijvoorbeeld van ras en socio-economische achtergrond, of ras en gender, of ras en religie. Ongelijkheid kan zich dus voordoen op heel wat verschillende assen. Op de VUB heb je het Equality Network. Via dit netwerk delen studenten, personeel en PhD-onderzoekers hun ervaringen rond inclusie, gelijkheid en discriminatie. Zo willen ze bijdragen aan het gelijkheidsbeleid van de VUB. De VUB besteedt ook extra aandacht aan wie ze aanwerven als jobstudenten. 50% zijn studenten met een beperking, zijn internationale studenten of hebben een migratieachtergrond. Fair enough, want dat is ook een correcte vertegenwoordiging van wie er allemaal aan de VUB studeert. Terug naar mijn gesprek met Karen. Zij bekijkt hoe we de diversiteit binnen onze samenleving op een juiste manier kunnen representeren in een democratie. Ik vroeg aan haar of dat wel echt kan. Er is zoveel diversiteit en er zijn zoveel intersectionele identiteiten. Is het geen illusie om in besluitvorming met iedereen rekening te houden? Het is inderdaad een illusie om te denken dat je, ik denk nu bijvoorbeeld aan een parlement, dat je daar al die intersectioneel verschillende identiteiten
permanent aanwezig hebt in je parlement om die besluitvorming te voeden, ja, dat ga je natuurlijk niet kunnen realiseren. Dat is een illusie. Maar natuurlijk, en dat is ook niet per se een causaal verband, dat zij dan direct ook de belangen representeren. Omdat ze daar fysiek aanwezig zijn. Pak nu dat je effectief zo'n extreem divers parlement zou kunnen samenstellen met, laat ons zeggen, 25.000 burgers. Ja, dan ga je misschien die diversiteit wel heel sterk gaan verhogen. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Hè. Zo werkt een vertegenwoordigende democratie niet. Hè, dus wat dat je moet doen, is denken aan andere systemen van hoe kunnen we inderdaad die ideeën, die dromen, die definities van wat het probleem is, wat mogelijke oplossingen zijn, hoe kunnen we daarin intappen op een hele flexibele manier? En daar moeten we dan creatief over nadenken. Hoe gaan we dat nu realiseren? Maar dat kan. Dat kan. Mm-hmm. Als we daar het nodige belang aan hechten, dan kunnen we dat doen. Mm-hmm. Denk je dat democratie het ideale systeem is om dat te bereiken? Democratie is nooit ideaal. Hè. Democratie is altijd moeilijk, rommelig, traag, voor verbetering vatbaar. Maar is er een beter systeem? Ja. Bij mijn weten niet. Dus laat ons binnen dat kader ons best doen. Werken en onze democratie permanent gaan democratiseren. Laat ons onze democratie permanent gaan inclusiever maken, gelijker maken, vrijer maken. Dus democratie is ook weer een project. Hè? Dus een ideaal en een project. Nog heel wat werk aan de winkel dus. Ook het feit dat door social media iedereen een stem heeft, zorgt ervoor dat de meest extreme meningen vaak het meeste aandacht krijgen. Ik vroeg aan Sarah wat ze vond van extreem feminisme. Het ding is, wij leven in een generatie met social media. En social media speelt heel een grote rol in het feminisme, zal ik maar zeggen. En het eerste ding is, je hebt twee dingen die mij vooral heel hard storen. Is één, vrouwen die zoals mannen moeten zijn, to play in the hard corporate world, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon niet menselijk. Over lijken gaan, dat is niet nodig. Wij moeten niet in die richting evolueren. Dat is ook... Dat bevestigt alleen maar, letterlijk. Dat idealiseert alleen maar een man zijn. Ja. Ja, daar is... En twee, dat ook feminisme, dat feministen mannen haten. Ja, ja, ja. Trust me, ik haat jullie niet. Ik wil gewoon dat wij gewoon equal zijn en ik respecteer hun en ik ben mij bewust. I'm doing this for you too. Biologisch gezien zijn we anders en elk mens zal, iemand is beter in dit terwijl de andere beter is in dat. Niemand is perfect, zal ik maar zeggen. En ook, strijden. Niemand is 100% man. Of 100% vrouw. Exact. En ook strijden voor feminisme betekent niet strijden tegen mannen. Mm-hmm. Dat is wat heel veel mensen... denken, wat absoluut niet het geval is. En zoals je zegt, dat feminisme zo nu een andere toer is op aan het gaan, dat is het probleem met sociale media dan. Alles wordt geromantiseerd. Corporate life wordt geromantiseerd. Feminisme wordt geromantiseerd. Terwijl in real life, it's not that cute, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dat is elke dag opboksen, dat is elke dag vooroordelen wegwerken. En dat gebeurt niet enkel op grote schaal. Dat wij bijvoorbeeld moeten kijken naar de politiek. Mm-hmm. Maar dat wij ook gewoon kunnen kijken van, in mijn eigen vriendenkring is iedereen op hetzelfde golflengte. Zijn mijn collega's, zijn ze mee? Is mijn familie, is iedereen ook mee met hetzelfde gedachtegoed? En kijk, altijd verandering begint letterlijk met de mensen rondom u, snapte? Dus, social media is zo'n grote impuls en mensen nemen dingen klakkeloos over en die denken er niet over na. En dan vind ik soms gewoon super jammer dat om de duur spreekt je over iets conceptueel, iets dat geromantiseerd is en iets dat misschien mooier klinkt dan in werkelijkheid. Mm-hmm. En dan het betekent dat gewoon dat wij nu nog een extra laag hebben op onze to-do-list. Dat we zeggen van, allemaal vechten tegen deze dingen, maar ook wat er op social media gebeurt. Vind je extreem feminisme iets productief? Ik zeg altijd, iets extreem is nooit goed. Yeah, yeah. Ik had ooit een leerkracht, een derde leerjaar, en ze zegt, alles wat te is, is niet goed. En dat is echt iets dat in mijn hoofd is blijven hangen. Dus te lief zijn is niet goed. Mm-hmm. Te slecht zijn is niet goed. Te veel liegen is niet goed. Maar ook te extreem links of te extreem rechts of te extreem feministisch. Die te is nooit goed. Dat gaat jij...
allee, you cross some boundaries tot het een punt dat eigenlijk gewoon niet meer gezond is. En ik denk dat heel life, zal ik maar zeggen, is een kwestie van de juiste balans vinden. Ja, ja. En ook in feminisme, het is niet dat we enkel op de barricades moeten zitten en dat wij moeten gillen van, oh my god, nee, ik hoop een beetje, bla. Maar het is ook gewoon luisteren. Waarom werkt dat systeem niet? Van waar komt dat? Welke zijn de veranderingen die we kunnen doorvoeren? Ja. En dat dat gewoon een meer healthy conversation is waar we naartoe kunnen werken. Je zei daarnet van, luisteren naar elkaar is belangrijk. Als je extreem feminisme hoort, daar is geen ruimte voor luisteren. Dat is gewoon radicaal mijn denkbeeld pushen upon other people. Exact. En ook gewoon als je kijkt naar hoe veranderingen doorgevoerd worden. Allee, er zijn talloze betogingen die plaats hebben gevonden, zal ik maar zeggen. En niet elke betoging dat plaatsvindt, heeft resultaat gehad. En ik zeg niet dat betogingen slecht zijn. Soms you need to... Allee, moet je even mensen op het matje roepen en zeggen van kijk, dit is niet oké. Maar het is voor mij belangrijk. Ik vind, een betoging is één ding, je maakt lawaai. Maar wat komt erna? Welke veranderingen voert je door? Wat verandert je in je eigen omgeving? Wat verandert je op hoger niveau, zal ik maar zeggen? Wat kunnen wij doen om meer impact te hebben? En lawaai maken is één ding. Maar you need to put in the work, om het zo te zeggen. Echt luisteren naar elkaar is mega belangrijk om elkaar te begrijpen. Het deed me denken aan de waarde van woke zijn. Ik vroeg aan Karen wat woke zijn precies betekent en waarom daar, net zoals aan feminisme, weer zo'n slechte connotatie aan gegeven wordt. Heel de woke-beweging in C komt dat neer op een vraag naar meer sociale rechtvaardigheid, naar meer inclusie, naar aandacht voor vormen en momenten van exclusie en achterstelling. Dat is de essentie van wat de woke-beweging vraagt. Hè? Wat dat die, wat dat drijft. Hè? Nu, er bestaat niet zoiets als de woke-beweging. Dat is een label dat men gebruikt om een heel aantal verschillende organisaties onder te brengen. Hè? De vrouwenbeweging is lang zo'n ander label geweest. Hè? De arbeidersbeweging, de vredesbeweging. Hè? Dus dat waren allemaal grote bewegingen, geen specifieke organisaties, maar bewegingen die uit een heel aantal verschillende grote en kleine organisaties bestaan, die werken aan heel specifieke zaken, maar waar dat ze elkaar wel vinden, wat hen verbindt en tot een beweging maakt, is een gemeenschappelijke bekommernis. Hè? En in de woke-beweging gaat dat over sociale rechtvaardigheid, inclusie en aandacht hebben en werken aan allerlei vormen van achterstelling en discriminatie. Hè? Dus dat is, de woke-beweging. Natuurlijk is de woke, het label woke, hè, is een scheldwoord ook. Pejoratieve term. En ook, ja, inderdaad, en ook een strategie, hè, om de eisen te delegitimeren. Hè? En dat hebben we gekend ook met de feministische beweging. Hè? En dat is ook heel effectief geweest. Hè? Dus feminisme is een heel negatief woord geworden in hoofden van heel velen. Waardoor dat je heel vaak... ik heb vaak conversaties met jonge vrouwen die dan zeggen van... Ik ben geen feministe, maar... Huh? Ja, ze kunnen zich geen feministe meer noemen... Zich verantwoorden. Omwille van die negatieve connotatie. Maar achter die maar komt dan altijd wel een feministische eis. Ja, dus, en pas op, hè, dus we zien dat nu gebeuren met woke, maar in bepaalde kringen is anti-woke evenzeer een soort labelingstrategie die gaat delegitimeren. Hè. En dat is nooit functioneel voor een goed debat, zeker geen wetenschappelijk debat, omdat dat leidt meteen tot polarisatie en dat is nooit een goede vertrekbasis voor een echt gesprek. Ja. Waarin dat je elkaar probeert te verstaan en elkaar te vinden. We hadden tot nu toe al heel wat negatieve aspecten aan over de patriarchale structuren waarin we leven. Maar zijn er ook positieve? Ik vroeg het eens aan Sarah.
Ik kan eerlijk zeggen, ik heb het nog niet ondervonden, maar moest je dat vinden, mocht je mij laten weten. Ja, nee, het is, ik stuur. Het is, ja, ik moet uitleggen, het is zo heel veel mensen zeggen van, ah ja, komt je weer met jullie argumenten van de patriarchie? Ja. Maar it's just a fact. Dat woord heeft ook zoveel... Today's system is geschreven door mannen. De reden waarom de wetten er zijn, dat is voor mannen, snap je? En die hebben ook alles bekeken vanuit een male gaze en niet per se een female gaze. Mm-hmm. En we are paying for it. En wij komen van heel ver, letterlijk, mm-hmm. tot dat wij niet mochten werken, dat wij niet konden mm-hmm. stemmen. En wij zijn nu gewoon hier en wij, we realize dat er heel veel blinde vlekken zijn en dat dat moet veranderen en it's just a fact. Mm-hmm. Je kunt zoveel discussiëren als je wilt, maar er zijn genoeg vrouwen op de wereld die dat voor je kunnen beamen. Mm-hmm. En dat is gewoon heel jammer. En wetten veranderen of systemen veranderen en een juiste oplossing voor vinden is gewoon heel moeilijk. En mm-hmm. we get that. Maar er zijn bepaalde dingen waarvan ik denk van... Why are we still struggling with that? Snap je? Equal paycheck? Ik snap dat niet. Yeah. Ik snap dat niet waarom... Als wij even hard gestudeerd hebben en wij komen in een bedrijf, waarom zou ik minder moeten krijgen? Ik vind het belangrijk, en ik denk dat heel veel vrouwen dat ook kunnen beamen, dat vrouwen gewoon hun, hun vrijheid willen in kiezen wat zij willen worden. Als iemand de corporate ladder wil opklimmen en zij wil CEO worden, good for her. Als een vrouw kiest om 8 kinderen te baren en zij wil thuis zitten, good for her. En het is juist die keuzevrijheid dat wij missen. Ja, en dat, is ook, dat hoeft ook niet bijvoorbeeld echt opgehemeld te worden. Bijvoorbeeld, she's just pursuing... a career. Dat is normaliseer dan vrouw dat doet. Exact. Dat wordt dan heel vaak zo wow en zo, maar het should be normal, want dat is dan nog een stap verder. Exact. En alleen, ook als je nu kijkt in de social media world, zal ik maar zeggen, zo de soft girl era. De vrouwen gewoon to be treated, mm-hmm. die willen gewoon money for zorg. Ja. En dat je gewoon het leven rustig moet doen, omdat wij ook beseffen dat dat heel overwhelming is, dat altijd vechten om bijvoorbeeld barricades staan of je eigen boundaries beschermen, dat dat gewoon fysiek en mentaal heel veel energie neemt. Ja, ja. En ik zit nu ook in mijn soft girl era. Voor is mijn dat part, ding echt nu? Ja, dat is nu. Zit je dat gewoon heel veel op TikTok en zo. En I can relate. Misschien is dat omdat ik ouder aan het worden ben. En voor mij is dat echt, weet je, ik ben echt even moe aan het leven. Ja. Ik wil gewoon even thuis zitten en even niks doen. Ja, maar niet continu te bewijzen. Ja, en ik denk dat misschien dat mannen ook wel een soft man era willen. Hè? Dat mannen ook wel moe zijn van de responsibilities te dragen van today's society. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat wij in algemeen, mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit, dus echt alle genders, en dat wij eigenlijk gewoon allemaal meer willen streven naar een more balanced en een more human way of living. Het is inderdaad mega vermoeiend om continu alert te zijn in de strijd voor gelijkheid. Ik ga niet liegen, ik ben soms ook actief deel van die soft girl era. Not sure if Karen die soft girl era ook kent, maar de strijd voor gelijkheid kent ze ongetwijfeld. Ik vroeg haar op welke manier zij dat al meegemaakt heeft. Ik heb mijn professionele carrière, zoals heel veel vrouwen, uitgebouwd in een context... waarin dat je heel duidelijk zag dat hoe hoger dat je in de hiërarchie opklom en hoe verder dat je komt in je carrière, dat inderdaad je professionele context inderdaad mannelijker en mannelijker wordt. Hè? Dat, mm-hmm. dat is een sekke observatie eigenlijk. Maar het is natuurlijk, omdat ik die zaken... eigenlijk al heel erg vroeg ben gaan beginnen studeren. En ik spreek hier echt over toen dat ik 16, 17 was. Hè, ben ik daar beginnen om over te lezen en over na te denken. Ja, dan denk ik dat je dat anders ervaart. Omdat je ervaart dat dan eigenlijk op een analytischere manier. Ik heb dat al altijd kunnen... vanuit die wetenschappelijke bril kunnen bekijken van ja, Karen, don't take it personal, it's political. Mm-hmm. Zo functioneert het zo zit je persoonlijke ervaring daar dan weer aan gekoppeld. Mm-hmm. Ik besef wel dat dat een heel atypische manier is om dat te ervaren. Maar het feit dat political is toch gebaseerd op
ja, de ongelijke verhouding tussen man en vrouw, die al zo lang teruggaat. Ja, 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 en want wat bedoel ik daarmee van iets political? Mm-hmm. Omdat het is structureel. Hè? Mm-hmm. Het zit ingebed in de politieke cultuur bijvoorbeeld, in de instellingscultuur, de manier waarop het functioneert. Hè? Maar het is zelden een individuele aangelegenheid waar dat er één individu, hè, een ander individu, schade wil berokkenen. Echt actief wil gaan discrimineren. Heel vaak is het een uitkomst van hoe een instelling, maar ook heel concreet hoe dat een vergadering functioneert, hoe dat we denken dat we met elkaar horen om te gaan, wat kan, wat niet kan. Het is de uitkomst van al die kleine radartjes die zo op elkaar gaan inwerken, die uitkomst genereren. Hè? Er zijn zo geen, en dat is een quote, hè, er zijn geen patriarchal headquarters waar witte mannen 's morgens opstaan en zeggen van vandaag gaan we de vrouwen discrimineren. Zo werkt het niet. Hè, het zit hem allemaal in veel fijnmazigere mechanismen die wel resulteren in exclusie, maar dat functioneert anders. Ja, ja. Denk je dat het een illusie is dat iedereen zich daarvan bewust wordt en begrijpt en probeert te deconstrueren? Want ik heb het gevoel dat mensen ook wel die connecten en die touchen van heel het feminisme en MeToo en woke gebeuren, omdat ze iets hebben van pff, het is te veel. En... Ja. Ja, dat snap ik. Het wordt mij soms ook te veel. Soms heb ik er ook geen zin in de volgende discussie over afleveringen van De Kampioenen al dan niet mogen getoond worden. Ik snap het, hè. Een heel vermoeiende discussie die dat we hebben, maar wel een extreem noodzakelijke. Hè? Want het lijkt alsof dat het banale discussies zijn, hè? Over De Kampioenen of over Zwarte Piet. Maar eigenlijk moet je dat van op een afstand bekijken en zien dat al die discussies eigenlijk gaan over het herkalibreren van onze waarden. Wat bedoelen we nu eigenlijk met gelijkheid en inclusief zijn? En daar dan opnieuw over nadenken en ons gedrag, onze praktijken daar opnieuw gaan op afstemmen. En dat is oncomfortabel. En we horen eigenlijk, het is beter om ervan uit te gaan dat oncomfortabele momenten zijn. Hè? En laat die discussies maar hun gang gaan, participeer, trek je even terug, noods om even de wonden te likken. Evenwicht. Engageer dan opnieuw in het debat. En dat is een democratie. Zoals ze hoort te werken. Hè? Discussie, verschillen van mening, toch ergens een consensus vinden en we gaan weer verder. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Make sure to take notes. Dit was Rebels with a Cause, een podcast van VUB. Je vindt alle afleveringen terug op je favoriete podcastkanaal of op YouTube. Deze podcast maakt deel uit van het project De Wereld Heeft Je Nodig. Alle informatie hierover kan je terugvinden op vub.be/podcast. Go check it out. Mijn naam is Rosanne Koetsier en deze podcast is een co-productie van VUB en Chase.